wethouders, dat document telt 6 pagina's. Dat laat wel zien hoe zorgvuldig in ons land, ik denk ook gelukkig maar, wethouderskandidaten gescreend worden. En zeker in het huidige tijdsgewricht waarin we toch met elkaar de mond vol hebben van ondermijning, ik zag het ook weer staan in het nieuwe coalitieakkoord, dan is het gewoon goed om op een zorgvuldige manier kandidaten te screenen. Dat is dus ook gebeurd. Dat heb ik niet alleen als burgemeester gedaan, hè, hoewel de burgemeester natuurlijk wel in het kader van de gemeentewet, als je kijkt naar de gemeentewet, daar staat heel nadrukkelijk dat de burgemeester bevordert de integriteit van het openbaar bestuur. Maar dat daarnaast zijn er ook anderen ingeschakeld, waaronder een extern bureau Berenschot, die de kandidaat-wethouders flink aan de tand heeft gevoeld en daar ook een rapportage over afgescheiden heeft. En de algemene conclusies over de kandidaten, die heeft u gevonden. Die heb ik, zodra het rapport binnen was, onmiddellijk door de griffie bij u in IBAPS laten plaatsen. Dus daar heeft u kennis van kunnen nemen. Dank u wel, voorzitter. Namens Stadsbelang Gorinchem mag ik en wil ik heel graag Vater Polatli voordragen als wethouder. De heer Polatli is een ras-echte Gorinchemer. Een echte Gorinchemer die naar eigen zeggen, na een vakantie, altijd eerst even naar de binnenstad moet om de kerkklokken te horen luiden. Ik heb zelf de heer Polatli ongeveer 2 jaar geleden leren kennen. Op dat moment was hij bestuursvoorzitter van Stadsbelang. Hier merkte ik al snel de enorme passie en liefde die deze man heeft voor onze stad en gemeente. En dat het een persoon is met het hart op de juiste plaats. Je komt deze mensen dan ook overal tegen. Er is geen plek waar ze niet bekend zijn met de naam Vater Polatli. Noem het maar op, buurthuizen, clubs, verenigingen. Hij is een graag geziene gast. Hier leerde ik dan ook dat hij vroeger was te vinden op de velden van SVW. En tot mijn grote verbazing kreeg ik de onmiskenbare eigenschap te horen dat hij razendsnel was. En doelgericht, die herkende ik dan weer wel. Ik heb het niet
De uitslag van de stemmen ten aanzien van de heer F. Polatli: 23 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 0 blanco. En daarmee is de heer F. Polatli benoemd tot wethouder van de gemeente Gorinchem. Teşekkür ederiz. Bayağı duyguluyum, bayağı da gururluyum. Yani Gorinchem'in geçmişinde ilk yabancı kökenli wethouder olmuş olduk. O yüzden çok gururluyum. İkinci kuşağız, o yüzden çok gururluyum. Yani sadece vatandaşlar değil, tüm Gorinchemlular için çalışacağız. Tabii Gorinchemli dediğimiz zaman biz de Gorinchemli olduğumuz için herkes için daha eşit, daha aynı muameleyi korumak istiyorum. Herkes için daha çok dışarıda, daha pratik iş adamıydım düne kadar. Yani daha az... Sorumluluk çok büyük tabii. Onurlu bir milletiz, gururlu bir milletiz. Yani bir yanlış yapmayacağıma inanıyorum. Çok titiz çalışacağız. Yani Gorinchem için en güzelini yapmaya çalışacağız. Bir emlak stedelijke vernieuwing diyoruz. Stedelijke ontwikkeling. Communicatie, participatie. Aynı zamanda transformasi, yani iş eski binalar, evet evet, konuk konuta çevrilmesi, o görevleri üstlendim. Ama tabii net olarak ne olacağı kolejde görüşülecek diğer wethouder'larla. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Buralara kadar geldiniz. Çok sağ olun. Evet, şu anda tarihi bir an yaşıyoruz. Hollanda'da Türklerin çok yoğun olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Gorinchem şehrinde. Gorinchem'a ilk meclis üyesi 1998'de iki tane Türk arkadaşımızla girdik. Bunlardan bir tanesi bendenizim. İlk o zamanlar buranın böyle ağzı dili olsa da konuşsa, Türk toplumu çok heyecanlı bir şekilde iki tane meclis üyesini buraya sokmuştu. Tabii o zamanlardan wethouder'dan söz etmek çok mümkün değildi. Ama bugün tarih olayı yaşıyoruz. Bugün itibariyle Polat kardeşimizin
Horkum'da bir Türk kökenli Hollandalı olarak meclise girmesi hakikaten gurur verici bir olay. Kendisi Türk toplumunu yetiştirdiği genç arkadaşlarımızdan bir tanesi, gelecek vaat eden arkadaşlarımızdan bir tanesi. Siyaset toplumun aynasıdır. Bu siyasette farklı kültürlerden, farklı düşünceden insanların olması Hollanda demokrasisine bir katkıdır. Bu katkıyı da iliklerimize kadar hissediyoruz ve Hollanda demokrasisine bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Horkum şehrine, Türk halkına ve Hollanda'ya hayırlı olsun diliyorum. Saygılar sunuyorum.